Yo, wat up gasten, welkom bij een nieuwe video vanuit de Banjo Studio. Wow, wat een geweldigheid hier. Wij hebben vandaag een paar prachtige verhalen van jullie voor ons meegenomen. Voor ons, met ons. Wat jullie maar willen. En het zijn een paar prachtige fanfictie verhalen. Ja. Van wie is het eerste verhaal? Dus even kijken hoor. Staat er ook een naam? Ik zie hier wel een telefoonnummer. Anders kunnen we gewoon bellen, kunnen we gewoon vragen hoe hij of zij heeft. Voor mij staat er voor de rest geen naam op. Nee, inderdaad. Maar ik heb ook fantasy 5 en 4 van dezelfde persoon. Nee, dat is allemaal andere. Dat is Tessa. Oh, je hebt ze genummerd. We hebben Tessa, Erik Schipper en dan eerst, we gaan gewoon deze. Doe het door gewoon. De YOLO begin. Ik zal eventjes mijn voorleesstem opzetten. Lang. Oké, eigenlijk niet zo lang geleden. Leefde er, oké, hij leeft nog steeds, maar daar gaat het niet om. Er leefde een jongen genaamd Rick. Rick verveelde zich vaak en verwende zichzelf dan met foto's van Jordi in een bikini. Foto's van Barlow in een speedo vond hij trouwens nog geiler. Op een dag was hij zo hard aan het trekken dat hij erbij ging stampen. Helaas hoorde zijn moeder, tevens de plaatselijke drugsdealer, Vincent dit. De plaatselijke drugsdealer. En moeder Vincent. Hij kwam de kamer binnen en schreeuwde peinzend: verdomme Rick, zit je weer te masturberen? Rick schrok en was ontstaan en smoes. Och nee moeders, ik ben een eenhoorn, maar snel. Maar dan snel, weet je wel. Jezus Rick, ik ben je moeder niet, godsamme. Zeg, trek je broek aan, vloekte moeder Vincent. Ik ben je moeder niet. Ik ben je mam. Waarop Rick hevig aan zijn broekspijp begon te trekken, terwijl hij naar een foto van Jordi keek. Jezus Rick, je hebt echt het verstand van een zeekoe, hè? Schreeuwde Vincent. Dit deed hij zo luid dat hun buurman dit kon horen. Die werd gelijk heel boos. Hij was immers zelf een zeekoe. Applaus. Dit is echt, ik weet niet. Vincent is de moeder en de buurman is zelf een zeekoe. Ja, dit is echt wauw. De moeder is niet je moeder en de zeekoe is je buurman. Wauw, oké. Ja. Dan schopte hij de deur van zijn buren in en besefte dat het de verkeerde buren waren. Ik zit helemaal voor me. Fuck, ik ben geen zeekoe. Ja, dat je weet iemand zo op zijn bak, boom, en dan oh, verkeerde, sorry. Ja, sorry. Hij liep naar het huis van Rick en met een bazooka blaasde hij de deur eruit. Hij liep gelijk in de kamer van Rick. Wat sta je over zeekoeien? Riep hij woest tegen Vincent. Oh, niks hoor, meneer zeekoe, stamelde deze. Door het liegen van Vincent werd de zeekoe nog bozer en propte de stoel waarop Rick zat in de anus van Vincent. Dit verzorgde zo'n immense pijn bij Vincent dat hij op slag stierf. De buurman trok toen zijn eigen hoofd eraf. Daarom bleek dat het niet echt een zeekoe was, maar Bardo en Jordi in een zeekoekostuum. Jezus! Ze trok het kostuum uit en het bleek dat ze niks anders aan hadden dan alleen bikinis. Dat vond Rick zo geil dat ze een immense orgie hadden. En ze leefde nog lang en gelukkig. Behalve Vincent, want die was dood. Applaus! Ik ken deze echt wel apart, zijn nummer staat erbij. We bellen hem zo even op. Ja? Zal ik deze volgende doen? Ja, jij even ik vind dit een prachtig verhaal. Ik vind met name de plotvis weer op het einde. Dat iedere keer die plot is. En dat was er wel geen zeekoe. Het waren Bardo. Het waren Bardo. Oké. Oh, dit is een verhaal over hoe Banjo Town is ontstaan. Oeh, interessant. Het begin, jongens. Jordi zat voor de computer zichzelf af te trekken. Oké. Gebaseerd de waarheid, dat merk je meteen. Nou, Jordi, maar dit vorige verhaal ging ook over aftrekken. Dus Jordi zat voor de computer zichzelf af te trekken. En Rick zat naast hem op Twitter te zeggen dat hij homo is. Een dag later deden ze precies het omgekeerde. Bardo kwam binnen en betrapte Rick. Hij zei: what the fuck ben je aan het doen? Godverdomme. Godverdomme is ook uit elkaar geschreven hier. Godverdomme. Ja, God, hij is ver, dom, meh. Dat is zo is het geschreven, maar ja. Toen had Vincent net gelezen van Rick en Jordi dat ze homo waren en ging naar hun huis. Hij zag, net als Bardo, Jordi's penis uit zijn broek hangen. Maar ik was toch aan het aftrekken? Ja, en Jordi nu ook. Jij en Jordi. Ja, Jordi die zat vanaf begin af aan al af te trekken. Ja, maar toen ging ik op de computer zeggen dat ik homo was en de dag daarna wisselde het om. Dus zette Jordi Twitter dat hij homo was, dan was ik aan het aftrekken. Hé, ja, klopt. Foutje in het verhaal. Hij zei, zullen we het samen vieren en even in bed induiken? En zo geschiedde. Bardo en Jordi werden zwanger. Een maand later zaten Bardo en Vincent aan de tafel te discussiëren over hun trouwdag. Rick maakte hier een video voor zijn kanaal. Op dat moment werd hij anaal genomen door Jordi.
Dit is echt alleen maar seks, geloof ik. Ik heb weer dit verhaal, hoor. Ja. Die dag, oh god. De andere verhaal was tenminste normaal. Ja, dat andere verhaal nog inhoud. Oké, ik ga gewoon kijken. Die dag, op die dag gingen Bardo en Vincent, lalalala. Op het moment dat Bardo en Vincent elkaar het ja-woord gaven, vroeg Rick Jordi ten huwelijk. Jordi sloeg op tilt en schoot Rick door zijn kop met een handgun die aan zijn lul hing. Ik zit het echt voor me. Dat je met tape zo'n school aan je lul. Weet je wat ik knapper vind van Erik Schipper, die dit verhaal heeft verzonnen? Hij weet alles, maar ook alles naar seks te krijgen. Er wordt iemand doodgeschoten door iemands penis. Alles in dit verhaal gaat naar seks. Oh, Erik toch. Oké. Okay, Therapie. Wacht even. Iedereen ging bukken en Jordi riep: godverdomme, iedereen gaat mij nu pijpen of ik schiet een kogel door je kop. Iedereen deed dat behalve het getrouwde homostelletje Bardo en Vincent. Dat betekent dat niet iedereen het doet, alleen Rick deed het. Ja, Bardo. Jongens, dit is het verhaal. Ja, weet je wat ook? Het is ook de hele tijd Bardo. Oh ja, en Vincent. Die doet ook iets. Die doet ook iets. Dus werden die doodgemaakt. Toen dacht Jordi, het is maar beter zo. Hij ging naar het huis van Albert van Linden en schoot die ook maar even dood. Wat? Geen seks deze keer in ieder geval. Of gaat hij nog seks hebben met een dooi Albert van Linden? Misschien één dag later dacht hij, dit kan ik niet meer. Aan vrienden, enige zijn dood, het fijne is. Hij zegt eigenlijk, Jordi, iedereen is nu dood. En het fijne wat Jordi dacht is, ik zwem nu in het geld en Rikse zaad. Ja. En dan staat er gewoon, weer, hij doet het weer. Ik zwem in het geld en Rikse zaad. En Rikse zaad, dat was niet nodig, man. Dit was echt voor zichzelf, dat het zaad eruit. Hij schoot zichzelf met een ijsjesgeweer zichzelf dood. En ze gingen naar de hel, verder met filmpjes maken en ze hadden een nieuw Banjo Town lid genaamd de Duivel. En zo begon Banjo Town einde. Dus eigenlijk wil zeggen dat Jury de Duivel is. Hij kan ook het laatste bij. Ja, eigenlijk. Jury is de Duivel volgens dit verhaal, denk ik dan, ja. En er staat een berichtje onder. Bij dit bericht is onnodig veel geweld gebruikt en er zijn geen BN'ers vermoord, alleen maar YouTubers. Dit bericht is niet discriminerend bedoeld. Albert van Linden was gedood. Ja. Ik ben in de war. Dit is echt één grote mindfuck. Weet je wat we doen? Heb jij de telefoon bij je? Yes. Wij pakken gewoon nu, met alle respect, sorry Erik Schippers, maar dit verhaal, ik vind hem leuk. Maar ik ga toch kiezen voor dit verhaal om... Okay. Ik wil weten wie heeft dit prachtige verhaal geschreven. Ja. Oké, ik moet het nummer even typen. Als je het op gaat lezen is het niet helemaal handig. Nee, ik hou hem even hier. Ik vind ook... Het is goed verzonnen, het is echt een leuk verhaal. Ik vind het een leuk verhaal. Oké, dan zet ik af de speaker en leg ik hem hier neer. Ik kan beter vasthouden, want de speaker zit aan de onderkant. Ja. Wat is er vet? We gaan erachter komen. Spannend. Misha? Yo, Misha met Bardo. Hi. Hey kerel man, ik heb net je verhaal gelezen. En ik ben niet de enige, ik heb hier iemand bij me. Yo, Misha. Weet je wie dat is? Ik hoor het even niet zo heel goed. Hey, hoe gaat het? Oh, dat is net. Ja, herken je de stem? Ja, dat is goed. Hey gozer, ik wil je even bedanken voor je gruwelijke verhaal dat je hebt geschreven. We hebben echt heel hard gelachen om je verhaal. Oké, mooi. Hoe lang heb je erover gedaan om dat ding te tikken? Wacht even, man. Sorry, wat zei je? Hoe lang heb je erover gedaan om dat verhaal te tikken, man? Ja, hoe lang? Uren, dagen, minuten? Minuten. En nu ben ik alleen nog even benieuwd, waar heb jij je inspiratie vandaan gehaald over de zeekoeien en dergelijke? Eigenlijk wilde ik een grafje maken over dit en maar toen dacht ik van, oh, wat hij zei, maar niet zo dik meer. You motherfucker! Hij zei maar niet zo dik meer, het is een compliment. Ja, oh, dankjewel Misha. Wauw man. Een gruwelijk verhaal en het enige wat we nu nog kunnen vragen, heb jij nog iets wat je van ons wil weten of zo? Of iets van jullie wil weten. Ja? Eigenlijk wel, want ik was bij de YouTube gathering af. Maar allemaal mensen om jou heen. Word jij daar niet ontzettend klapfobisch van? Nou, heel eerlijk.
Het is, ik moet zeggen, de Dutch YouTube Gathering is voor mij geweldig en ook echt een hel. Ik zit echt acht uur achter elkaar vastgeplakt aan een muur, alleen maar foto's en video's en handtekeningen te doen. En het erg is ook gewoon dat na een dag, ik heb dan zoveel mensen gezien en gesproken dat ik niet meer weet wie ik heb gezien en gesproken. En dat vind ik zo jammer. Je hoort altijd mensen van, ik herinner je me nog van de Dutch YouTube Gathering. Ja, nee. Maar Misha, ik zweer het, ben jij op de gathering dit jaar? Nee, helaas niet. Het is een beetje fucked up. Ah, zonde man. Mocht je door een of andere rare manier komen, kom vooral naar ons toe en geef ons nog een verhaal, man. Ja, stuur er eentje op. Zet even bij dat jij het bent, van Misha. Hey, zal ik doen. Tof man. Hey, tof. Dankjewel voor je verhaal, hè. Hey, fijne middag, jongen. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Hey, hey. Oh. Ik zet hem uit. Oké. Het was ook echt een raar einde bijna. Maar jongens, dat was hem dus. Misha, de geweldige duur die het verhaal heeft geschreven. Een echte schrijver. Dit is auteur. Auteur. Ik was even bang dat je iets anders ging zeggen met oud. Ist. Een echte autist. Een echte autist. Dat was Misha, een echte autist. Nee, een echte goede auteur. Ik vond het ook een leuk verhaal. Dankjewel Misha. En jongens, blijf vooral kijken, want morgen om 12 uur zijn we er weer. In de Banjo Studio. Dat wil je niet missen. Vind je langere video's leuk vanuit de Banjo Studio? Doe een duimpje omhoog. En abonneer. Hier beneden. Vooral doe bedankt voor het kijken en we checken jullie later. Hoi.